Dat is sowieso een hele moeilijke bal die hij daar zelf had klaargelegd, want die witte bal had nooit tegen de band moeten komen. Even kijken naar wat er op de andere tafels gaande is. Ik kan u trouwens melden dat we na de wedstrijd Williams tegen Ford gaan kijken naar John Higgins tegen Marco Fu. Dat is echt wel een topaffiche. Friend 6, come for the break. U zag daar even Voetsok Jegers. Mij totaal onbekend, moet ik toegeven. Hij speelt tegen Jamie Cope en staat 2-0 achter.